Jaap van Duin, jij moet je koning te rijk voelen. Ja, tuurlijk. Ik voel me wel lekker, ja. Vooral sowieso 3 punten en een winnende goal maken terwijl je van 5 weken blessure terugkomt. En de laatste half uur mag meedoen, ja. Dit was jouw einddoel, hè? Althans in dat revalidatieproces. Ja, absoluut. Ik denk dat het een paar weken geleden opstarten van hoe lang het zou duren, de blessure. Nou, we hebben met de fysio's en de staf gezeten van joh, hoe lang heb je echt veel nodig? Het was een heel klein scheurtje in mijn lies. En nou ja, ik was al bang dat ik deze wedstrijd zou missen, maar er stond 4 tot 6 weken voor en het is nu de 5e week. En afgelopen donderdag heb ik voor het eerst vol gas gegeven en dat voelde goed. En vandaar dat we besloten hadden om gewoon om mee te gaan en erbij te zitten. En in de rust kwam de trainer naar me toe van joh, ga maar zo lopen dat je rond de 60e minuut erin komt. En ja, dan is het altijd zo lekker invallen. Waarom moest je er per se bij zijn hier bij jouw club? Nou ja, het is natuurlijk, de ambiance is natuurlijk fantastisch, wat iedereen altijd weet als je voor de wedstrijd zag hoe het leeft hier. En ja, kijk, dit is ook mijn club, weet je. Dat is gewoon, dat hoef ik ook niet meer te zeggen, dat is ook, dat weet iedereen. En dan toch wil je stiekem altijd het laten zien hier. Ik zei net over een andere camera van, ik heb bij Kickbox ook gesproken heb aan het begin en daar zijn we toen niet uitgekomen. En dat zijn we wel, met hele goede gesprekken hebben we dat gewoon... zover gekomen dat het gewoon dat het goed was, weet je wel, dat het nog niet klaar voor was. En van mijn kant en van Kickbox kant. En Rijnvoort was de club die daarin mij veel vertrouwen gaf. En wat ook voor mij dicht om de, zeg maar om de hoek was. En dat het voor mij gewoon de keuze makkelijk was om voor Rijnvoort te kiezen. En, maar ja, wat je zegt, dan is het toch altijd lekker om hier de winnende goal te maken. Dan sta je met 1-0 achter. Zit je op de bank en dan kan er maar één ding gebeuren in je hoofd, dan ontstaat er een droomscenario. Hoe zag dat eruit? Net als vorig jaar. Ik denk dat het een déjà vu was. Ja, bij die eerste corner, dat was geen, niet echt een assist, maar ik nam hem wel scherp waardoor hij goed in de pot viel. Nou, Arno maakte fantastisch af, 1-1. Ja, en dan loer je gewoon op een moment. Dat je in een wedstrijd gewoon, weet je wel, dat je gewoon het rendement eruit waalt, dat je gewoon probeert te lopen. En het laatste kwartier ging ik ook vanuit een spits speelde, waar ik vorig jaar ook bij Noordek had gespeeld. Om gewoon tussendoor te lopen, om eventueel de bal in de kluts of met een steekbal tussendoor te krijgen. Nou, het gebeurde 1 of 2 keer dat ik net van mijn buitenspel werd gevlacht. En die laatste moment was een penalty, ja. En dan, ja, dan... weet ik ook dat ik die bal ga nemen en met alle respect, want Arno wilde hem eigenlijk eerst nemen. En dat hadden ze ook gezegd, maar ja, weet je, met alle respect voor Arno doet het hartstikke goed. Maar ik zei, die bal is hier van mij en van niemand anders. Dus ik nam hem en ik schoot 2 in binnen. Stalen zenuwen leek het wel. Ze zeiden nog van Kickbox, dat is altijd wel leuk dat je dat onderling hebt natuurlijk. Dat je zei van, kun je wel met de druk omgaan? Nou, dan geef ik als reactie dat ik geen druk heb. En dat heb ik ook niet, want ik ros gaan die bal erin en 2-1. Maar ja, je weet, voetbal kan alles, je kan hem ook eventueel... want ik gleed nog uit toen ik hem scoorde. Ik dacht, ja, op moment, en daar had ik niet bij gedacht, want op het moment ken je het... Er was natuurlijk heel veel spelers die uitgleden vandaag. Nou, je zou op een moment zou je maar uitglijden op zo'n moment. Dan sta je ook voor joker, dat is de andere kant van de medaille. Maar nu schoot ik hem goed binnen. Beschrijf dan de ontlading is die door je heen gaat. Ja, ik zei het net al, ze zeiden van is dat puur omdat je tegen Kickbox voetbalt? Een ja en een nee. Een ja is natuurlijk omdat je hier gevoetbald hebt, omdat je altijd hier wil laten zien wat je kan en dat je wil scoren. En de andere kant is dat je natuurlijk 3 punten pakt en voor ons als team in de fase waar we nu zitten heel erg belangrijk is. Maar dan ga ik je toch onderbreken, want je zegt het heel nuchter, maar je trekt je shirt uit, je heft je handen ten hemel, je schreeuwt het uit. Dat zit diep. Nee, het zit natuurlijk. Kijk... Als je me vraag zou stellen, waar zou je het allerliefste voetballen, dan hoef ik het antwoord niet te vertellen. Maar weet je, er zijn dingen hier zo met mij en Kickbox zo gelopen, waardoor het gewoon nu nog niet de tijd ervoor is. En ik speel nu voor Rijnvogels, waar ik het hartstikke naar mijn zin heb. En voorlopig blijf ik hier nog op bij Rijnvogels.